hago la 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 la. Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 16 Ajax Career Mode. Ik heb er weer zin in, ik hoop jullie ook. En er komen wat scout updates binnen. Oh, en ik heb een bericht van Diederik Boer. Ik heb weer een verslag van Portugal. Zit uit over een voice crack, nou dat was daar. Diederik Boer wil bij de basis zitten. Nee, sorry grap. Dat gaat niet gebeuren. Hoe staat Milik ervoor met zijn interlands die hij heeft gehad? Kan die spelen? Ja, hij is gewoon fit, joh. Hij is gewoon fit, die man. Hij is gewoon fit. En ik ga mijn formatie iets aanpassen. Ik ga het doen. Ik wil 4-3-3 aanhouden. Ik snap niet waarom El Ghazi daar zo ver naar voren staat. Vind ik een beetje apart. Maar we gaan een andere 4-3-3 opzoeken. Dit is allemaal 4-4-2. Daar hebben we 4-3-3 met een valse spits. Misschien moet ik dit gaan proberen. Milik iets minder terug. Of iets minder daarvoor. Dit is een beetje hoe het nu staat. Wat zijn er nog meer? We hebben controle. Verdedigen. We hebben die. En ik ga denk ik iets meer naar binnen met die vleugelspelers. El Ghazi en Fischer iets meer naar binnen. Misschien moet ik dat proberen. Misschien. Dat we weer kansen kunnen creëren. Dan. Ik ga het gewoon proberen. Ik moet toch iets. Want de resultaten nu vallen op het moment simpelweg gewoon tegen. Laten we eerlijk zijn. Dus we gaan het gewoon zo proberen. Even kijken bij de wissels. Wie zijn er mee? Etcetera, etcetera. Ik ga Sint-Juste meenemen. Nee, dat niet. Sint-Juste die trainen gewoon nog even. Ja, het staat prima joh. We gaan het gewoon proberen, een iets andere formatie, omdat de resultaten gewoon kut zijn. En we gaan spelen tegen Excelsior, nog steeds op wereldklasse. Mocht het nou nog steeds gewoon fout gaan, dan ga ik een polltje aanmaken waarin jullie kunnen stemmen wat ik met het niveau moet doen. Let's go! Daar gaan we tegen Excelsior, maar voordat ik speel, ik zag, ja kijk, Milik is om een E. Milik is om een of andere reden naar links verplaatst. Zo, nou staat het weer goed. Klaas, Ziyech, Bazour, Dijksriedel. Oké, zo, nou kunnen we beginnen. Excelsior staat laatste, 18e. We moeten toch gewoon winnen nu. Oh, ik laat hem er ook zo langs lopen. Bazour, oh, are you serious? Are you serious hier? Dit was mijn eigen blunder. En dat gebeurde daar. Ik liet hem er langs heen. Maar dit schot is onzin. Eerste keer blokken en dan nog nou ja, 1-0 achter. Oh. Nee, dat is geen overtreding. Scheids, hou op. Dit bedoel ik dus weer. Dat scheidsrechters... Dat is een bullshit transfer. Zo onrealistisch. Scheidsrechters fluiten zo snel. Of ligt dat aan... Of, hebben jullie dat ook? Of vinden jullie dat het wel meevalt? Laat dat achter. Ik ben benieuwd. Misschien ben ik gewoon een zeikert. Oké. Hier, paas hem. Ah, paas wordt geblokt. Oh, we komen er nog door. Nee. Are you... No. Dat had gelijk moeten zijn. Oh, panel. Ja. Daar gaan we. Nou kunnen we op gelijke hoogte komen. Milik wint een penalty. En die mag hij ook gaan nemen van mij. Prachtig, goed gedaan. Oké. Dit is eng. Als ik mis, dan ben ik zo de lul. Niet echt helemaal in het midden. Maar we scoren. Keeper zat wel naar de juiste kant, links. Maar hij zat linksonder en wij schoten linksboven. 1-1, Milik. Brengt ons op gelijke hoogte. Via de penalty. Hoppa. TT. Voorgeven, gebeurt. Gaat het goed? Nee. Maar we zaten wel dichtbij. Oh. Ja, schieten. Kom op. Oh, geblokt. Maar we halen een corner. We zetten wat meer druk. We komen wat meer dichter bij het doel. En... kopbal gaat over. Geef hem mee. Zie ik, haal maar gewoon uit. Ah, vol in de handen. Was ik wel een lastige hoek.
Dat meen je niet. Hij zet zijn lichaam ervoor. Moet je het dan per se langs laten lopen? Weer een onzinvrije trap. Naar mijn mening dan. Nooit. Oeh. Daar ontsnappen we aan het tegendoelpunt. Oh, hier is Excelsior. En goed, keeper. Wat? Wat heb ik gedaan? Ik zag het niet gebeuren. Meen je dit? Oh mijn... Wat fout kan gaan, gaat dan ook echt fout. Oh, wat een mistiming daar. Ik deed het niet zelf, tenminste. Naar mijn mening deed ik het niet zelf, maar whatever. Kom op. Oh, maar ik stop hem! Dragowski houdt de penalty! Get wrecked! We blijven op gelijke hoogte! Goeie redding! Wel een corner. Als hij nou uitscoren zou dat bijzonder lullig zijn. En... Uh-oh. Nee. Nee, inderdaad. Naast. En dan is het rust met 1-1. Vrije trap op een vleugel. Dan gaan we de bal de 16 in gooien. Die mag El Ghazi inderdaad wel nemen. En dan komt de doelman en die heeft hem ook. Hier is een voorzet. We koppen nog niet weg. Maar hoop dat we wel weg gaan koppen. Neus die weg. Ja. Yo, overtreding. Panel. Volgende penalty. Het was wel echt doelpunten met penalties. Een beetje lullig om te winnen. Ik kan zeggen, als hij daar niet voor floot, jongen. Nou, daar gaan we. Voor de overwinning. Milik. Kan je ons brengen naar 2-1? Hij zit in het groen, rechterbovenhoek. En de keeper zat weer naar de goede kant. Het is eng gewoon. Maar we scoren. Milik. Brengt ons op een voorsprong. 2-1. Via de penalty. Is ook gewoon tweede penalty voor Milik deze wedstrijd. Maar dat maakt me even helemaal niet uit. 2-1. Oh, we zitten hier in een counter. Geef hem mee naar Milik. Inderdaad. Pasen. En schieten. Het is... What the... Oh mijn god. Dit had 3-1 moeten zijn. Oh mijn hemel. Daar is ruimte. Het is Bazour. Nou zitten we wel veel op in de aanval. Bazour houdt vast. Tik hem terug. Mounir, haal maar uit. In de handen van de doelman. Ai, ai, ai. Ik heb al eerder een tegendoelpunt zo tegengekregen met een late vrije trap. Of uit zo'n vrije trap. Daar vliegt de bal de 16 in. We koppen weg. En de scheids fluit af. En zo winnen we. Eindelijk weer eens met Ajax. Via twee penalties. En eigenlijk had Fischer moeten scoren voor die 3-1. Maar goed. Winnen is winnen. Eindelijk weer. Milik de doelpuntenmaker. 2-1 gewonnen van Excelsior. En we gaan door naar de volgende wedstrijd. We hebben een bericht. Waarschijnlijk Boer die teleurgesteld is. Ja, sorry Boer. Maar Dragowski heeft zijn basisplek nu ook wel verdiend met die penalty die hij mooi tegenhield. En zo te zien gaan we hier inderdaad een Europese wedstrijd spelen. De Europa League waar we in zitten. Een update van Rusland. Dat maakt me even niet uit. We gaan door. Hoe staat het team ervoor? Ah, dit moet ik wel even compleet aanpassen nu. We hebben gewonnen, dus ik ga nog even door met deze formatie. Waarom ook niet? En ik denk dat ik ze dadelijk wel eventjes wat dingen ga aanpassen. En daarmee bedoel ik nu eigenlijk. Oh, uiten nu zo. Moet ik spelers een beetje rust geven misschien. Ik ga Younes weer eens laten spelen in plaats van Fischer. Fischer, jeetje, wat liet je daar een kans voorbij gaan. En dat is het denk ik wel. Nee, en Mounir in de basis in plaats van El Ghazi. Die had toch wel direct dreiging. Voor de rest... Even Gudelje in plaats van Ziyech. Is iets fitter. Voor de rest staat het prima. En gaan we spelen. Let's go! Daar gaan we.
Well, they worked hard to qualify for Europa League. The Euro League takes off now. Group stage, match day one. Yeah, a lot of planning, a lot of work gone in towards getting to this point. So nobody wants. Eerste wedstrijd in de Europa League. Charleroi against Ajax. Charleroi. Zoiets hoorde ik van de commentator. Ik zou anders niet weten hoe ik het moet uitspreken. Deze moeten we eigenlijk pakken. Ik ken het hele team niet. Dortmund. Ik verwacht dat we die sowieso niet gaan winnen. Zware tegenstander. En Rosenberg, geloof ik. Zat ook in de pool. Die moeten we ook kunnen pakken. Milik. Na twee doelpunten. Wel twee penalties in de vorige wedstrijd. Ik wil eigenlijk de selectie van hun zien. Of ze toevallig misschien verrassende namen hebben of zo. Iets bekends hebben lopen. Nee. Totaal niet. So, ik ken ze niet. Charleroi. Yeah, such a popular system. 4-2. Het zal Frans zijn, ga ik vanuit. Younes die meespeelt. Ik ben benieuwd wat hij gaat brengen. Daar is onze selectie. En we gaan eigenlijk dit gewoon skippen. Let's go! Oh. Eerste corner gewonnen door Charleroi. We blokten een schot. Van afstand. Nu hebben ze hier dus een corner. Kijken wat ze mee. Dat is voor de, niet voor de doelman. Hij kwam zo uit. Ik denk die gaat hem wel pakken. Maar alsnog is er niks aan de hand. Kom op. Kopt het weg? Nee. Wauw. Van. Wauw. Dijks. Ik wou bijna zeggen Van Dijk. Maar Dijks miste daar ook lomp de bal hoor. Vrije trap. Voor de tegenpartij. Ik ga opbouwen met die aparte naam. Scheidsrechter heeft zijn lijntje gezet. En ik voel een tegendoel. Nee. Gelukkig. Oké, dus Milik, pas hem door. Mounir, haal maar. Oh mijn hemel. Zo schieten is dus niet zijn sterke punt. Oh, dit ziet er oké uit. Het is Klaassen, schiet maar gewoon. Keeper met de redding. Geef hem mee. Oké, dit is Mounir. Mounir, doe het. Nooit. Ik haat mezelf voor het niet afmaken van zulke kansen. Ik haat echt mezelf en dan gaan we rusten met 0-0. Oeh, flink schot van afstand daar. Met Dragowski had de redding. Corner hier, dit is ook voor de doelman. Hij bokst hem weg, prima. Wauw. Mooi tiki-taki spel en eigenlijk nog een mooi schot ook. Wel apart, kijk dat balbezit, ik heb heel weinig. Oké, Milik, schiet maar. Oh, Mounir, houd binnen. Werken de 16 in, dat is de doelman, helaas. Wat nou dan? Ik, dit spel wil gewoon dat ik mijn tegenstanders te langs laat lopen, denk ik, nu aan de hand. Nogmaals, wat vinden jullie van de scheidsrechters in FIFA 16? Ik vind ze veel te snel fluiten. Dijk zette daar gewoon zijn lichaam ervoor om die bal te pakken en de scheidsbluit gewoon te fluiten. Ik vind dat zo'n onzin. Hier doen ze toch eigenlijk precies hetzelfde. En dan fluit die scheids ook niet. En hoe hebben hun nou een ingooi? Die gast raakte de bal eraan. Geef hem daarmee. Ja! Ja! Oh! Heel laat doelpunt. Het is volgens mij Ziyech. Die is ingekomen samen met Schöne. Die is ook ingekomen voor de assist. En zo in de laatste minuut. 89ste. Scoren we de 1-0. Tikken we hem binnen. Oh, wauw. Wat een invallers hier. Hoppa. Ziyech. Met de 0-1. En de scheids fluit af. En zo winnen we op het nippertje met een heel laat doelpunt. Deze Europa League wedstrijd tegen Charleroi. Waarschijnlijk spreek ik het alsnog verkeerd uit. Maar dat maakt me even helemaal niet uit. Nou. 0-1. We hadden maar 38% balbezit. We hadden wel bijna gelijke kansen als je kijkt naar de schoten. Hun hadden 6 schoten, wij 5. Hun hadden 3 op doel, wij 4. Dus wat dat betreft, weet je, maakt dat niet heel veel uit. Goed. Oh, gouden inval van Schöne en Ziyech daar. Die ons naar een voorsprong brengen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan staat voor de volgende wedstrijd Willem II het programma. We gaan hier eerst de training even doen.
Zo. Alles simuleren weer. Hartstikke idee. Oh mijn god, wat een heerlijke, fijne overwinning. Wat ben ik daar ontzettend blij mee, echt waar. Dit was deze Ajax Career Mode. 2 overwinningen gewoon. Waren wel geluksoverwinningen, dus ik ga eigenlijk, weet je, Excelsior met die penalties. En dit was echt heel laat. Ik ga alsnog gewoon een polletje erin zetten van wat jullie willen wat ik doe met het niveau. Want het was misschien puur geluk. I don't know, ik ga het er gewoon voor de zekerheid inzetten. Dat hebben jullie in handen. Wat moet ik doen met het niveau? Omlaag naar professioneel of wereldklasse houden. Dus link staat in de beschrijving. Vergeet niet te stemmen. Vergeet ook niet te liken en te delen. Dat kan mij enorm helpen. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie de volgende keer weer. Laters!